elkaar. Naast mij staat Leonard Simonsen, hij is kredietbeoordelaar. En naast mij staat Arie Lenkeek, hij heeft zichzelf net voorgesteld, de general banker van Rabobank Amersfoort. Hier staat boven Rabobank Amersfoort een omstreek, u ziet daar een driehoek. Hé, de Z is weggevallen. Ja. Er staat boven Amersfoort, maar dat geldt voor elke Rabobank. Ik geef u even een inkijkje in hoe wij onze klanten bedienen. Dan heb ik het over de afdeling bedrijven. Zo onderaan beginnen, dat is BA, dat staat voor bedrijven en advies. In Amersfoort hebben wij 5500 relaties die zich in dat segment bevinden. Wat voor relaties zijn dat? Dat zijn heel veel ZZP'ers, dat zijn verenigingen, dat zijn stichtingen, dat zijn cliënten met een eenvoudige vraagstelling. En financieringsaanvragen tot 50.000 euro. Nou, die 5500 relaties worden bediend met 3 adviseurs. Nou, u voelt al aan, daar is niet veel herkenning. Daarboven hebben we de zakelijke relaties 2, ZR2. Daar hebben we in Amersfoort ongeveer 850 relaties van. Dat zijn bedrijven met een omzet tussen de 2 en de 10 miljoen euro. En die relaties worden bediend door 4 adviseurs. Daar is wel herkenning. Daarboven ZR1, dat zijn bedrijven met een omzet tussen de 10 en de 30 miljoen euro. Daar hebben we ongeveer 550 klanten van. Bij de Rabobank in Amersfoort worden door 3 adviseurs bediend. En daarboven GZ, de Z is weggevallen, grootzakelijk. Hele grote complexe bedrijven met een omzet vanaf 30 miljoen euro. We hebben 100 relaties in de boeken staan en die worden door 2 adviseurs bediend. Het is belangrijk voor uzelf dat u weet waar u zit. Nou, de Rabobank Amersfoort en omstreken geldt ook weer voor elke Rabobank. Meneer? Wat bedoelt u met herkenning? Herkenning, dat er een adviseur is. Dat u als klant rechtstreeks een contactpersoon heeft. Dat als u zegt van ik heb een vraag, dat u weet wie u moet bellen. Dat is de herkenning. Wij schrijven bij de afdeling bedrijven op het commercieel apparaat een financieringsaanvraag. En die wordt bijna altijd beoordeeld door de afdeling krediet-risicomanagement. Dus u bent altijd in gesprek met een adviseur, uw relatiebeheerder. Dat is de bedrijfsadviseur in het onderste segment bij BA of iemand van ZR. In het commercieel apparaat wordt uw financieringsaanvraag wordt geschreven en die wordt beoordeeld door Leonard en zijn collega's. Nou, mochten die aanvragen complex zijn of een dermate grootte hebben qua bedrag of afwijken van de interne beleidsregels, want die zijn er heel veel, dan worden ze voorgelegd intern bij elke Rabobank en de kredietcommissie. Nou, de kredietcommissie wordt bemand door de directie van de bank samen met de manager van Leonard. Nou, als we daar weer boven gaan, de hele complexe posten en de echte grote posten, die moeten voorzien zijn van een goedkeuringsstempel van Rabobank Nederland en worden dus naar Rabobank Nederland gestuurd. Maar meestal hebben we te maken met intern de beoordeling alleen de kredietrisicomanagement. Nou, dat is als het goed gaat met bedrijven, Leonard. Het gaat ook eens wat minder. Ja, bedrijven in zwaar weer. Daarvoor hebben we binnen de Rabobank een speciale afdeling, het bijzonder beheer. Dat is de afdeling waar een aantal accountmanagers wat extra aandacht geven aan ondernemers die in moeilijkheden zitten. Waarbij we kijken naar wat zijn de oorzaken van de problemen en hoe kunnen we daarin meedenken. Nou, dus dat zegt ook wat over de Rabobank. We willen een duurzame relatie aangaan met onze klanten. Dus we staan ook langer achter onze klanten. En het is natuurlijk ook in het belang van onszelf als bank zijnde om te proberen de verliesrisico's te beperken. Als je in dat segment zit, is dan de Rabobank mede-ondernemer, dus bepaalt u wat er met geld gebeurt? Of ben je nog steeds alleen aan het roeren? Ja, het is niet zo dat de Rabobank op de stoel van de ondernemer gaat zitten. Dat zeker niet. We gaan wel kijken waar liggen de problemen. Wat zijn de oorzaken en hoe gaat de ondernemer daarmee om? Dus welke strategie gaan wij volgen? En wij denken daarin wel mee en wij proberen daar wel gezamenlijk in op te trekken. Er staat er nog twee bullets, BBR en BBI. Dat zijn speciale afdelingen binnen Rabobank Nederland. Als we het hebben over de meer complexe financieringsaanvragen, posten, hoge obligo's, dan is de begeleiding, kunnen we inhuren bij BBR. En BBI staat dan voor, de I staat voor insolventie. Dat is als er geen goede vooruitzichten zijn, sprake is van faillissementen, fraude. Dat is de afdeling die dan gaat uitwinnen. De onderste afdeling willen we liever niet mee te maken, want dat is de afdeling die gewoon uw pand gaat verkopen, de voorraden gaat verkopen en daarmee de schulden gaat aflossen. Impact van de kredietcrisis. Nou, welke impact, dat is de vraagstelling die we willen stellen, welke impact heeft de kredietcrisis nu op de Rabobank? En dat is echt belangrijk, omdat dat onder andere iets zegt over hoe wij kijken tegenwoordig naar financieringsaanvragen. Leonard. Ja, dan neem ik u mee naar het jaar 2008. Het begon aan de overkant van de oceaan.
Er was veel sprake van overkreditering. We zagen dat de bomen de hemel in groeiden. En ja, totdat het fout ging eigenlijk. Huizenprijzen daalden en banken moesten gaan afboeken. Men wist van elkaar niet meer wat er precies moest worden afgeboekt. Dus er ontstond wantrouwen in het financiële systeem. En daarmee was de kredietcrisis een feit. Ja, ook in Nederland hebben we er last van gehad. We hebben er nog steeds last van. We zagen dat banken omvielen. We zagen ook dat banken werden overgenomen door de overheid. Dat er garanties moesten worden afgegeven. En dat heeft ook zijn weerslag gehad op de Rabobank. De Rabobank is een AAA-bank. Misschien zegt u dat iets. Dat is de hoogste kredietwaardigheid die er is. De Rabobank is een bank zonder aandeelhouders. Heeft ook sterke financiële buffers. En dat zorgde eigenlijk na de kredietcrisis dat er veel spaarders richting de Rabobank trokken. Het aandeel op de spaarmarkt groeide tot 42%. Nou, dat had echter ook zijn keerzijde. Want in Nederland kennen we het depositogarantiestelsel. Dat is dat uw spaargeld tot 100.000 euro wordt gegarandeerd door de andere banken. En we zagen bijvoorbeeld het faillissement van iSafe, maar ook DSB. En dat betekent dat de andere banken daarvoor over opdraaien, de rekening krijgen naar rato van het aandeel in de spaarmarkt. Dus daar heeft de Rabobank behoorlijk op moeten afboeken of die verliezen moeten nemen. Daarnaast kregen we dat plaatje van Gert-Jan al te zien dat het aantal faillissementen behoorlijk was gestegen. De kredietcrisis leidde tot een economische crisis. En dat heeft toch geleid dat onze verliesvoorzieningen zijn toegenomen. En daarnaast zagen we dat de onderpandswaarde voor de financieringen ook sterk daalde. Binnen bijzonder beheer hebben we meegemaakt, of zien we gewoon met regelmaat, dat de oorspronkelijke waarde van panden bijvoorbeeld nog maar de helft opbrengen. Nou, ook dat heeft zijn weerslag gehad binnen de Rabobank. Dus samenvattend, de marktrisico's zijn toegenomen en dat vertaalt zich ook in een hogere prijs, een opslag in de rente. Wij noemen dat de liquiditeitspremie. Wat zijn nou de lessen die wij hebben geleerd van de kredietcrisis? Nou, dat zijn er twee. Er is namelijk onderzoek geweest bij Rabobank Nederland van wat is nou de gemeenschappelijke factor van alle bedrijven die met een faillissement zijn geconfronteerd. Wat is nou de meest voorkomende reden waarom bedrijven failliet zijn gegaan? Dat zijn er twee. Als eerst het management. Dat is ook iets waar wij dus heel kritisch naar kijken. Naar u als manager, hoe u staat binnen uw bedrijf. Want management van het bedrijf is meer dan alleen het verkopen van uw product. U moet zich ook bezighouden met de inkoop, met het aansturen van personeel, met de bank, de accountant, de belastingdienst. Met het veroveren van de markt, met acquisitie. Dat vergt heel veel van ondernemers. En als je ondernemersplan schrijft, waar Gert-Jan het over had, dan is het helemaal niet erg als je als ondernemer zegt, ik heb een broertje dood aan de financiële administratie. Dat vinden we juist goed. Als een ondernemer ziet wat zijn zwakte punten zijn. En wat we nog beter vinden is dat hij zegt, van ik heb het opgelost omdat ik een administrateur in dienst heb genomen. Of ik heb mijn administratie uitbesteed bij een accountant of administratiekantoor. Management is echt heel belangrijk. Dat hebben we steeds meer gezien. Het tweede, net zo belangrijk, is het management informatiesysteem. Het kwam heel veel voor en wij zien dat echt dagelijks dat heel veel ondernemers niet goed in de gaten hebben hoe hun bedrijf intern draait. Als je intern niet goed weet hoe de resultaten van je bedrijf zijn, waar je risico's loopt, wat je inkoop is van je producten, dat je gewoon je cijfers niet op orde hebt, dan kun je pas veel later aansturen en bijsturen. Dat is echt heel erg belangrijk dat je beschikt over juiste informatiesystemen. Nou, dan de criteria van een kredietaanvraag. Hoe kijken wij als bank nou naar u en naar uw financieringsaanvraag? We willen dat doen aan de hand van deze criteria. Ja, dus eigenlijk de meetlat binnen de Rabobank, zoals wij een financieringsaanvraag aanvliegen. Dus er is een financieringsaanvraag, een stuk wordt ingediend, wordt opgesteld door de accountmanager. En die komt dan bij ons langs en dan leggen we deze meetlat daarnaast. Als we een keer beginnen bij de eerste, de criteria van de kredietaanvraag beginnen heel simpel, maar heel basis, de debiteur. Wat kun je daarover zeggen? De debiteur is eigenlijk degene aan wie wij de financiering verstrekken. Heel simpel, de werkmaatschappij aan wie we de financiering verstrekken, de credit base. De credit base zijn eigenlijk alle partijen die een substantiële invloed op de debiteur uitoefenen. Denk bijvoorbeeld aan een huurder of aan een grote opdrachtgever, maar dat kan ook de ondernemer zijn.
Met andere woorden, als ik een financiering zou verstrekken voor de verhuur van een pand, een ondernemer wil een pand kopen en wil dat verhuren aan derden, dan is binnen de credit base de huurder van het pand erg belangrijk. Wij willen weten wie die huurder is, hoe lang het huurcontract is wat gesloten is. En we zouden ook heel graag die huurder willen natrekken om daarmee onze risico's te kunnen bepalen. Dan de aanvraag en het verzoek. Daarbij denk ik moet het heel duidelijk zijn wat de aanvraag exact betreft. Ja, we kijken naar het doel van de aanvraag. Er is altijd een liquiditeitsvraag. Is er sprake van groei? Is er sprake van verlies? Is er sprake van overbrugging? Hoe lang is de financiering nodig? Dan kijken we ook naar de onderbouwing. Hoe is het bijvoorbeeld, als er bijvoorbeeld een pand wordt aangekocht, is er een koopovereenkomst? Is er een taxatie? Is er een huurovereenkomst? Een van de criteria is ook dat we kijken van hoe komt het geld terug? We geven een zak met geld, maar hoe worden de rente en de aflossingen betaald? Dan de bedrijfsanalyse. We hebben maar een half uur. Er is al veel van verstreken. Maar de bedrijfsanalyse, hoe wij kijken naar de analyse van uw bedrijf, daar kunnen we wel een hele dag mee vullen. Toch heel kort, Leonard, kun je daar de essenties uithalen? Ja, Arie heeft het net al aangekaart. Het management en het management informatiesysteem. Wat is de kennis? Wat is de ervaring van de ondernemer? Wat is zijn strategie? Nou, hoe is zijn markt? En met name kijken wij van waar liggen de bedrijfsrisico's om een goede inschatting te maken van de bedrijfsanalyse. We kijken bijvoorbeeld naar vanaf wie zijn uw klanten? En uw grootste klant, hoeveel procent van de omzet van uw bedrijf bepaalt die? We komen wel eens voorbeelden tegen. Ik had bij de vorige bank waar ik werkte een klant en die was 80% van de omzet was Albert Heijn. Nou, als Albert Heijn weg zou vallen, dan weet u dat dat bedrijf, die ondernemer, het heel moeilijk zou hebben. Dat is belangrijk om in kaart te brengen. Maar als dat geldt bij de klanten, geldt het ook bij de inkoopkanalen. Hoe afhankelijk bent u van uw inkoop? Dan de financiële analyse, Leonard. Dat heeft alles te maken met cijfertjes. En 3 jaar, wat Gerrit-Jan zei, dat is voor ons een hele normale vraag. Een bestaand bedrijf willen we echt minstens 3 jaar terug kunnen kijken. Ja, we kijken naar de rentabiliteit. Dat heeft alles te maken inderdaad met de jaarcijfers. Van hoe is de omzet, hoe is de omzet opgebouwd. Veel afhankelijkheid bijvoorbeeld van een opdrachtgever. Of zit er juist veel spreiding in? Is de omzet ook vastgelegd? Of is het puur afhankelijk van de vraag uit de markt? We kijken naar de samenstelling van de kosten. Zijn die heel erg vast? Of zit daar veel flexibiliteit in? Dus uiteindelijk, hoe is de winstontwikkeling? Nou, daarnaast kijken wij naar de liquiditeiten. Liquiditeiten zijn eigenlijk de geldmiddelen die op de rekening staan. Wat is de ruimte in die liquiditeiten? Hoe gaat zich dat verder ontwikkelen? Is er een buffer om tegenvallers op te vangen? We kijken naar de vermogenspositie. Hoe verhoudt zich het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen? En welke invloed heeft de aanvraag op de vermogenspositie? Hoe is die ontwikkeling? Dat zijn eigenlijk even de kernzaken waar wij naar kijken. Termen als rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit zijn allemaal echt heel erg belangrijk. Dan risicorendement. Hè? Risico en rendement zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat leerde ik op dag 1. Dat zegt alles over prijs, rentetarieven. Kun je daar iets over vertellen, hoe wij onze rentetarieven bepalen? Ja, risico schatten wij in. Dat zeggen we niet uit onze dikke duim. Wij kijken naar de bedrijfsanalyse, de financiële analyse. Daar hebben we binnen de Rabobank hebben we modellen. Daarin bepalen wij wat de rating van een bedrijf is, wat de kredietwaardigheid is. Afhankelijk van welke voorwaarden wij als bank kunnen stellen, welke zekerheden er worden afgegeven en de hoogte van de financiering, komt daar een risicoopslag uit. En die risicoopslag die vertaalt zich uiteindelijk in een rentetarief. Nou, tenslotte, het ondernemingsplan zou moeten beginnen volgens Gerrit-Jan met een hele korte samenvatting. Als wij als adviseur uit het commercieel apparaat een aanvraag schrijven, dan is altijd de conclusie van een advies maximaal een half A4'tje waarin alle essenties komen te staan, of niet, Leonard? Ja, dat klopt. Dat was het. Ik gaf jouw tekst. Laten we eens een casus behandelen om te kijken hoe wij dan, om u te laten zien en mee te nemen in hoe wij naar een financieringsaanvraag kijken.
Nou, we hebben het zo makkelijk gemaakt dat we een aantal pagina's hierna nog krijgen. En op elke pagina staan de hoofdlijnen van de casus. Maar het gaat eigenlijk hierom. Het is gerelateerd aan de werkelijkheid. Maar u snapt natuurlijk dat Vloerenhuis helemaal geen bestaande klant van de bank is. Maar een dergelijke case komen wij regelmatig tegen. Nou, stel, u bent ondernemer van het bedrijf Vloerenhuis BV. En u heeft de mogelijkheid om een nieuw bedrijfspand te kopen. Kostte 2 miljoen euro. Pand is gelegen op een A-locatie. En u zal na verhuizing beschikken over 1,5 keer het bestaande vloeroppervlak. Ja, zal ik hem verder inleiden. Het nieuwe pand wordt aangekocht in een nieuw op te richten vastgoed BV. Waarom is dat? Want dat komen we veel tegen. Ja, het kan zijn, dat is hier vaak dat de accountant dat dan adviseert. Goed, om fiscale redenen. Maar ik ben geen fiscalist, ik ben een bankier. Dus dat, met andere woorden, er is een werkmaatschappij, Vloerhuis BV, daar worden vloeren in verkocht. En het pand wordt aangekocht door een naastgelegen BV, waar alleen het pand in is geactiveerd. Ja. Het verzoek is een lening van 2 miljoen euro, van 1 miljoen aflossingsvrij. Nou, het nieuwe pand bevindt zich op een A-locatie, zoals gezegd. Het huidige huurcontract loopt af, dus daar worden geen zorgen meer over gemaakt. Dat is voor ons heel belangrijk, hè? Want stel voor dat u wilt verhuizen en heeft nog 3 jaar huurcontract. Zijn dat extra kosten? Dat zijn dingen waar we naar kijken. De toekomstige huurlasten zijn 100.000 euro per jaar. Die gaan dus vanuit het Vloerenhuis BV richting de vastgoed BV. De winsten in het Vloerenhuis BV zagen helaas mede door de slechtere tijden met een 100.000 euro per jaar teruglopen. Tot een verlies van 50.000 in 2010. En de prognoses, u raadt het al, er is een winststijging van 100.000 euro per jaar. Toekomstige rentelasten die bij deze financiering passen zijn 100.000 euro per jaar en een aflossingspatroon van 80.000 euro per jaar. Wij zijn de bank, dus we stellen ons de vraag, wat zijn nou de risico's voor onze bank en hoe kunnen we op een verantwoorde manier toch deze financiering verstrekken en deze ondernemer helpen om te verhuizen naar het gewenste droomlocatie op een A-locatie? Nou, als eerste bovenaan, ziet u alle essenties nog een keer. Wat kun je zeggen over de debiteur? Degene naar wie jij de financiering verstrekt. In dit geval is dat de nieuw op te richten vastgoed BV. Punt. Zo simpel is het. Dat is uiteindelijk degene die het geld gaat lenen bij de bank. De credit base. We hadden verteld, dat zijn partijen in de omgeving die belangrijk zijn voor de betaling van de rente en aflossingen. Ja, uiteindelijk zit de kasstroom in het Vloerenhuis BV, daar vinden de activiteiten plaats. En daaruit, vanuit de Vloerenhuis BV zal dan ook de financieringslasten moeten worden opgebracht. In die zin kun je zeggen van onze belangrijkste creditbase is het Vloerenhuis BV. Je ziet ook vaak, gaan we hier vanuit aansprakelijkheid voor de financiering wordt het Vloerenhuis BV en de vastgoed BV. Daarnaast hebben we de creditbase, hebben we ook nog de ondernemer. Het kan zijn dat we afhankelijk van de overige punten, dat de ondernemer een borgtocht vanuit privé afgeeft. Dan ga je heel snel. Misschien, wat is een borgtocht? Een borgtocht is een bedrag waarvoor de ondernemer zich aansprakelijk stelt richting de bank. En dat is voor de bank heel erg belangrijk, omdat we dan het gevoel hebben dat we samen in het bootje zitten. En mocht het fout gaan, dat we niet alleen de ondernemer financieel kunnen aanspreken, maar ook altijd de hulp van de ondernemer zullen krijgen om te zorgen dat bij uitwinning of verkoop de ondernemer zijn uiterste best zou doen om zoveel mogelijk opbrengsten eruit te genereren. In welke gevallen wordt een borgtocht gevraagd? Want je kunt het grosso modo niet standaard zeggen, maar... Ja, dat is afhankelijk van de overige risico's. Dus hoe sterk is het Vloerenhuis BV? Is onze debiteur sterk genoeg om de financieringslasten zelfstandig te kunnen dragen? Of vinden wij die risico's te hoog dat wij terugvallen en een stuk betrokkenheid, noemen we dat dan, van de ondernemer vragen? Want vastgoed BV is een nieuw BV, waarschijnlijk leeg, zit niets in, geen vermogen. Dus de bank heeft geen vermogen om op terug te kunnen vallen. Je had het over, het is belangrijk dat er vermogen aanwezig is om risico's op te vangen. Dan de aanvraagverzoek. Wat betreft de aanvraag? De aanvraag, er wordt hier gevraagd om een pand te financieren. Verzoek is om daar 2 miljoen euro, het zijn het aankoopbedrag, op te financieren.
Nou goed, we kijken dus naar een stuk onderbouwing. Wat, is er een koopovereenkomst? Is er een taxatierapport? Is er een huurcontract? Maar goed, daar blijft het nu. We kijken ook verder in de bedrijfsvoering. Want we zien staan dat het pand zich bevindt op een A-locatie met 1,5 keer bestaand vloeroppervlak. De strategie van deze ondernemer is om verder te groeien. Als we verder groeien, dan zal het ook een liquiditeitsbeslag hebben op de voorraden en op de debiteuren. Daar gaat meer geld in zitten. Dus we zullen ook kijken, komt daar een extra financieringsbehoefte naar voren. We hebben het al even aangekaart van de liquiditeitsprognose is dan ook van belang om dat verder in kaart te brengen. Dan de bedrijfsanalyse. Er zijn er een aantal. Ja, de bedrijfsanalyse. Dan moet ik even spieken. Even spieken, dan moet ik dingen niet vergeten. Nee, inderdaad. Nou, we kijken bij deze ondernemer naar zijn capaciteiten. Wat is zijn kennis? Wat is zijn ervaring? Zit hij al lang in dit bedrijf? Zit hij al lang in deze branche? We kijken naar welke marktpositie heeft hij. Hij gaat naar een nieuw pand. Kent hij zijn omgeving? Wat zijn de concurrenten? Bij het Vloerenhuis BV kan je denken bijvoorbeeld aan grote bouwmarkten die daar zitten. Levert hij wat voor afnemers levert hij? Levert hij alleen aan particulieren of ook aan bedrijven? Daarnaast vinden we het belangrijk om te kijken wat zijn zijn kritische succesfactoren. Dus waarmee onderscheidt hij zich in de markt? Dit verzinnen we allemaal niet zelf. We hebben daar brancheinformatie van binnen de bank. U kent dat misschien via de cijfers en trends te raadplegen op onze website van de Rabobank. Nou, voor het Vloerenhuis BV heb ik dat zelf ook gedaan. En een van de zaken die belangrijk zijn is welke plek zit hij, dus welke locatie. Maar ook hoe zijn zijn voorraden, wat is zijn assortiment. Tegenwoordig zien we dat internet veel belangrijker wordt. Als ik een aanvraag op mijn voor me krijg om te beoordelen, is een van de eerste dingen die ik doe, ik ga even googlen. Ik ga even kijken hoe de website eruit ziet. Tegenwoordig zeg maar wel eens van, dus een website is belangrijker dan een bedrijfspand. Nou, ik denk dat daar wel een kern van waarheid in zit. Nou, tenslotte kijken we waar liggen specifiek de risico's binnen het bedrijf. Dan moet u denken aan de afhankelijkheid van de ondernemer. Hoe zijn activiteiten zijn, of ze erg conjunctuurgevoelig zijn. En dat soort zaken. Een hoop vragen dus die wij dus als bank zullen stellen aan deze ondernemer. Dan de financiële analyse. Alles met de jaarcijfers. Nog 5 minuten, Leonard. Ja, we zien, ik zal niet sneller gaan praten, maar we zien hier dat als we kijken naar rentabiliteit, dat er sprake is van een dalende winst. De winsten staan onder druk. Laten we hiervan uitgaan. Kijk, de ondernemer wil een stap zetten, wil verder gaan groeien en zet daar een winstprognose die in de stijgende lijn zit. Dus we zullen kijken van hoe realistisch is dat? Het is eigenlijk een vertaling van de bedrijfsrisico's. Daarnaast kijken we van de liquiditeiten. In hoeverre heeft hij nog extra liquiditeit nodig om die groei te bewerkstelligen? En tenslotte kijken we naar de vermogenspositie. Als hij een pand koopt en hij wil dat volledig gefinancierd hebben, dan blaast hij daarmee eigenlijk de balanstotaal op. En zal de solvabiliteit, eigen vermogen ten opzichte van het totaalvermogen, fors dalen. Dus dat zijn wel risico's waar de bank dan naar kijkt. Maar in dit geval met die rentabiliteit van 2850 naar vorig jaar min 50, nieuw pand kopen, nieuwe prognoses die positief zijn, dat zullen toch kritische vragen opleveren die de bank zou gaan stellen. Dan kijken we naar risicorendement. We hadden over prijsstelling, over rentetarieven. Ja, als we de punten dan even op een rijtje zetten, dan zien we dat... Zo doen we dat op de bank ook, hè? Zetten we het gewoon heel simpel op een rij. Ja, we beginnen bij het eerste, de debiteur credit base. We gaan er even vanuit dat de ondernemer bereid is om een borgtocht van €250.000 af te geven. Dan zeggen wij van, we hebben dus een aansprakelijkheid van de twee entiteiten en de ondernemer. Wij vinden dat dan een laag risico. Als we kijken naar de aanvraag, er wordt een hypothecaire zekerheid voor het pand afgegeven. Er zijn ook mogelijkheden om aanvullend een staatsgarantie, de overheid,
heeft wat verruiming aangebracht in bijvoorbeeld de mogelijkheden voor staatsgarantie. Nou, hier zou een bedrag van 1 miljoen aan staatsgarantie kunnen worden ingebouwd. Dat maakt het voor de banken al met al ook een laag risico. De volgende punt hebben we de bedrijfsanalyse. We zitten in een economische crisis. En nou goed, de activiteiten die zijn ook conjunctuurafhankelijk. Dus wij vinden dat eigenlijk ook een hoog risico. Financiële analyse, we zagen een dalende winst. De solvabiliteit zal fors afnemen. Er ligt nog een extra liquiditeitsvraagstuk. Wij vinden dat ook een hoog risico. Samenvattend. Samenvattend, de risico van deze post hebben wij gewaardeerd op een gemiddeld risico. En er hoort dan ook een gemiddelde risicoopslag bij. Even heel snel, hoe zou de post er dan uitzien als laatste? Nou, samenvattend, wij zouden deze post goedkeuren. Onder de volgende voorwaarden, aansprakelijkheid van de beide entiteiten. Wat betekent dat? Dat volledige aansprakelijkheid van de vastgoed BV, waar het pand in zit. En een volledige aansprakelijkheid van de vloerhuis BV, waar de kaststroom in zit. Met andere woorden, vastgoed BV is de uiteindelijke kredietnemer, die gaat het geld lenen. Maar is zo afhankelijk van vloerhuis BV dat die met elkaar worden verbonden? Juist. Dat is helemaal correct. Daarnaast de borgtocht van de ondernemer van 250.000 euro. Dat heeft te maken met het gebrek aan vermogen binnen de nieuwe vastgoed BV. Klopt. Er was een lening gevraagd van 2 miljoen euro, waarvan 1 miljoen aflossingsvrij. Nou, dat kan met de nieuwe regels intern voor vastgoedfinanciering. Ja, we hebben hier te maken met een eigen pand. Een stuk grond waar niet op wordt afgeschreven. Dus daar kan een stuk aflossingsvrije financiering in. En de andere lening, twee keer een lening, zal ongeveer in 20, 25 jaar moeten worden afgelost. Dan staat daar hypotheek op het bedrijfspand van 2 miljoen euro. Mensen denken dat we het over de lening hebben, maar wij hebben het ook bij een hypotheek over iets anders. Hè? Leonard, even heel kort, snel, want Kim zit in mijn nek. Oh ja? Wat is een hypotheek? Wat is een hypotheek, Leonard? Het is een hypothecaire inschrijving die bij de notaris wordt gedaan ten behoeve van de schulden voor de bank. Dus als het fout gaat, dan kan de bank haar hypotheek uitoefenen. Hypotheek is een eerste recht. Verpanding van huurpenningen, wat betekent dat? Ja, verpanding van de huurpenningen is dat die huurbetalingen vanuit het vloerhuis BV richting het vastgoed BV, dat wij daar aanspraak op kunnen maken. Waarom vinden wij dat van belang? Er kan namelijk ook crediteurs en andere schuldeisers die daar beslag op gaat leggen. En dat vinden wij natuurlijk als bank helemaal niet leuk, want dan daalt onze onderpandswaarde. Met andere woorden, wij zouden niet willen dat die huurpenningen, die geldstromen, worden omgebogen naar een ander circuit. Want de huurpenningen zijn belangrijk voor de vastgoed BV, omdat daar de rente- en aflossingsverplichtingen zijn van de lening. Beëindiging huurovereenkomst. Waarom vinden we dat belangrijk? Wat is dat? Alles te maken met de waarde van het pand. De huurder is de vloerhuis BV. Mocht het in het ergste geval moeten worden verkocht, dan is een pand zonder huurder meer waard dan een pand met huurder. En laten wij een beëindiging huurovereenkomst tekenen door de huurder in dit geval. Dat is Vloerenhuis BV. Ja. Dus die verklaart dat als de vastgoed BV haar verplichtingen niet nakomt, dat Vloerenhuis BV het pand leeg zal opleveren. Dan staatsgarantie voor 1 miljoen euro. Leuk voor dit voorbeeld, maar tegenwoordig is dat veel makkelijker. Hè? Wordt veel meer gebruikt, staatsgarantie. Ja. De regels zijn behoorlijk opgerekt door de overheid. Dus dat is nog wel iets om mee te nemen. Kijk op de website van Centrum Novum. En daar vinden alle mogelijkheden voor het invullen van staatsgarantie. Wat je ziet, het brengt in ieder geval een veel lager risico voor de bank mee. Dus ook veel makkelijker om een financieringsaanvraag te verkrijgen. Nou, we willen elk jaar jaarcijfers hebben. Hier staat 1 november, maar het had ook 1 juni kunnen zijn of 1 maart. Ja, hoe eerder in het jaar, hoe hoger het risico door de bank wordt geacht. 1 november is gewoon normaal een nette post, toch? Ja, en dan willen we kijken inderdaad in hoeverre het risicoprofiel zich ontwikkelt. Ten opzichte van het moment van verstrekken hebben we te maken met een verbetering van het risicoprofiel. Of juist een verslechtering. Nou, je hebt het er even bij gezet, maar ik vind het niet zo interessant voor deze case. Maar hij zou uitkomen op 5,5% voor 5 jaar vast. Heeft alles te maken met die staatsgarantie. He, dat verlaagt de rentetarieven en de betrokkenheid van ondernemer van 250.000 euro. Ja? We begonnen met een ijsberg, Leonard. Ja, een van de kenmerken van een ijsberg is dat het onder water groter is dan boven water.
En een van de lessen die wij als bank hebben geleerd vanuit de kredietcrisis is dat we er altijd vanuit kunnen gaan dat de risico's die je niet ziet groter zijn dan de risico's die we wel zien. Ja, mooi. Blijf nog even staan, alsjeblieft. Kim. Ja, mag ik hem even? Dankjewel. Voordat we gaan pauzeren, nog even gelegenheid geven aan het publiek. Ik heb zelf ook een vraag. Leonard, misschien voor jou. Kun je eens uit de school klappen? Welke aanvragen vegen jullie onmiddellijk van tafel? Wat voor verkeerde dingen staan daarin? Ja, in ieder geval... Fouten? Ja, aanvragen waar geen goede onderbouwing bij zit. Wat is geen goede onderbouwing? We zien wel eens dat er bijvoorbeeld als de prognoses worden gevraagd, dat er eens cijfers komen. Ja. En dan zeg ik van cijfers kan ik zelf ook wel opstellen. Mag dat is niet zo moeilijk. Wat wil je er nog meer bij dan? Wij willen een goede toelichting. We hebben het al over gehad, een reële begroting. Ja. Dat is voor de bank, ja, het moet reëel zijn. Ja. Zijn er nog meer klassieke fouten? Mag ik dat aanvullen? Ja. Hij ziet namelijk niet alles. Want binnen het commerciële praat komen natuurlijk de aanvragen als eerste binnen. Mm-hmm. En het gebeurt regelmatig dat collega's en ik een aanvraag krijgen van een klant, dat we die afwijzen aan het begin al en dat Leonard ze niet eens ziet. Ja. En dat kan te maken hebben met het feit dat dingen gewoon niet goed onderbouwd zijn. Maar elke klant die een financieringsaanvraag heeft bij de bank, daar gaan we mee in gesprek. En die proberen we ook heel duidelijk uit te leggen waarom we er wel of waarom we er niet mee doorgaan. Ja. Nou, want hoe beoordelen jullie de kwaliteit van een ondernemer? Hoe goed is een ondernemer? Hoe weet je dat? Dat ligt dan denk ik een beetje bij mij, want hij leest alleen maar de dingen die wij schrijven. Ja, het zijn gewoon vragen die je stelt. Hoe goed kent hij de markt? Wat doet hij in acquisitie? Kent hij zijn concurrenten goed? Ja. Hoe heeft hij zijn inkoop geregeld? Dat zijn gewoon een aantal dingen. En je merkt heel snel aan de ondernemer of hij goed thuis is in zijn vak. In de casus van net zag je dat de ondernemer persoonlijk aansprakelijk is voor €250.000. En op basis daarvan krijgt hij een rentepercentage van 5,5%. Hoeveel impact op het rentepercentage heeft die regel eigenlijk? Stel dat die ondernemer zegt van nou, mijn vrouw is het er niet mee eens, van dan zouden we moeten verhuizen. Ja. Dat wil ik niet. Ja. Wat voor impact heeft... Is dat bij u het geval? Nee, totaal niet. Oh, okay. Nou ja, dat kon zomaar zijn. Maar dan is het een goede hypothetische vraag. Oh, ja. Ja, ik geef Leonard zo meteen even het woord. Maar ik had gezegd, ik realiseer me toen ik het zei dat het niet helemaal juist was. Ik zei, de staatsgarantie heeft een positief effect op het rentepercentage als mede de borgtocht. Maar de staatsgarantie is het meest bepalende van het rentetarief zoals u heeft staan. De borgtocht heeft niet eens zo'n renteverlagend effect. Waarom vinden wij een borgtocht belangrijk? Dat is dan de belangrijke. Misschien goed om ook even te zeggen dat de staat, een van de vereisten voor de staat is dat er 25% aan borgtochten wordt afgegeven. Dus in deze casus hadden we te maken met een staatsgarantie van 1 miljoen. Dus vandaar ook die €250.000. Maar naast dat wij de ondernemer kunnen aanspreken, merken we in de praktijk, zeker bij bijzonder beheer, dat het gewoon heel belangrijk is om de ondernemer daarbij te hebben. Dat wij het gevoel hebben, ook als bank, in de uitwinning van zekerheden, dus de verkoop daarvan, dat de ondernemer daar, dat het ook een belang voor de ondernemer is. En dat is die betrokkenheid. Ja. En dan inderdaad, dan zeggen wij van oké, als dat meeweegt, dan verlaagt dat ons risico en zien we dat terug in de risicoopslag. Maar als je persoonlijk gewoon niet aansprakelijk wil blijven, ja. Verdubbelt het dan? Of, Exact, die vraag is ook al tevoren via mail gesteld. Wat te doen als je dat niet wil zijn? Wat kan er dan nog? Ja, dan zullen wij moeten kijken naar de kredietwaardigheid, in dit geval van Vloerenhuis BV. Ja. Nou, we zien dat die marges behoorlijk onder druk staan. Dan is het de vraag of deze financiering wel verstrekt wordt. Je bedoelt eigenlijk te zeggen, waarschijnlijk niet. Nou, waarschijnlijk niet. Nee. Ja, wij vinden dat heel belangrijk. Ja. Alles valt of staat. Nogmaals, je kunt niet grosso modo zeggen wanneer wel, wanneer niet. Maar het heeft allemaal te maken met rentabiliteit die binnen de onderneming is. Heb je goede, gezonde cijfers, dan willen wij het risico wel lopen. Maar als het op basis van een prognose, zoals in dit geval, we hebben negatieve jaren gehad, dus een sprong-investering in één keer een groot bedrag, en dat moet bepaald betaald worden op grond van toekomstige prognoses, ja, dan is dat een groter risico voor de bank. Ja. En het zou zelfs kunnen zijn, zeggen van ik wil niet meetekenen, dat wij zeggen, we gaan niet financieren. Dat klinkt hard, maar zo zitten we er wel in. Het heeft te maken met vermogen wat in de zaak is en rentabiliteit. Dat is echt heel erg belangrijk. Ja, een beetje na de realiteit. Ik wil jou vragen, heeft dat misschien ook te maken met het geloof in je eigen plannen, zo'n borgtocht? In een 1-op-1 gesprek wel eens tegen ondernemers. Ondernemers die zeggen, ik wil niet een borgtocht in privé afgeven. Zeggen, maar het is uw bedrijf. Heeft u er dan geen vertrouwen in?
ik ga wel de risico's lopen als bank en u niet. Dat klinkt heel flauw, ja, een beetje, maar dat is wel zo natuurlijk. Ik vind het contact met die accountant echt heel erg belangrijk. Want dat vindt mijn baas ook en dat vinden mijn collega's ook. Wij zijn gebaat bij een goed contact met plaatselijke accountants. En als u daar een accountant heeft of een administratiekantoor, daar willen wij geen mot bij. Er zijn accountants die dit wel eens op scherp stellen. Daar houden wij niet van. We willen graag vriendjes zijn met iedereen. Dus als u een klant bent van die accountant, wat een goed contact is van onze bank, ja, dan, dat is mijn ervaring. Speel dat spel op die manier. Ik vind het een allereerst nogmaals bedankt dat jullie hier zijn. Maar dit is dus inderdaad heel mooi van, nou, we gaan groeien en we gaan kijken. Maar ik denk waar heel veel tegenaan liep, en voor mij is dat een stukje oud zeer gelukkig, is toen ik het cashflow technisch gezien moeilijk had. Mm-hmm. Toen was er niemand. Geen één bank. En dit gaat over een stukje groei met een stukje toekomstprognose. En daar kun je eventueel met genoeg garantstelling inderdaad wel een akkoord op krijgen. Maar wat nou als je het moeilijk hebt? Dan komt niemand. En wat is daar aan te doen? Als je het moeilijk hebt, komt er niemand. Want het klopt. Het lijkt alsof het zo is dat als het goed gaat, dat er dan wel versterking kan komen. Maar als het slecht gaat, niet. Kunnen jullie daar nog op zeggen, tot slot? Ja, nou, als het moeilijk gaat, dan willen we inderdaad ook daar een analyse van maken. Wat de oorzaken van die problemen zijn. En als wij voldoende vertrouwen hebben dat die oorzaken worden opgelost, dan zullen we daarin meedenken en ook in meehelpen. Als wij het gevoel hebben of niet de overtuiging hebben dat de kern van de problemen worden aangepakt, ja, dan wordt het wel heel erg lastig. Ja. Dus het klopt eigenlijk wel, dat gevoel, toch? Wat je beschrijft. Ik kom straks terug. Ik wil even een pauze inlassen, want anders blijven we lang bezig. Volgens mij is het nog lang niet uit.